We gaan naar de volgende kandidaat en we beginnen weer met een filmpje. Hallo, ik ben Jasmine Kalf. Ik ben 14 jaar. Ik woon hier in Dordrecht met mijn ouders en broertje. Mijn favoriete plekken in Indonesië zijn Jakarta, omdat familie daar woont. En ja, ik ga daar heel vaak heen op vakantie ook. En in Bali ga ik ook altijd op vakantie. En dan gaan we, want daar wonen ook kennissen van ons. Wat ik daar leuk vind om te doen is natuurlijk optreden. Ik heb bij het Hard Rock Café opgetreden. En ja, in Jakarta gaan we altijd in malls lopen. We gaan altijd gamehallen met mijn nichtjes en neefjes daar. Mijn favoriet eten is sotto. En mijn favoriete toetje eigenlijk cake en koekjes is eigenlijk sponscake. Ik vind het super leuk om mee te doen aan Indo's Got Talent. Sampai bertemu lagi. Daar komt ze, Jasmine! Wat ga je zingen? All of Me van John Legend. Oh, en dat ga jij fantastisch doen. Je krijgt een geweldig applaus nu al. Dames en heren, Jasmine! Give your all to me, I give my
bijna. Ja, dat was hem. Even kijken hoor. Waar is die klankkast verstopt joh, bij jou? Ongelooflijk, wat een geluid. We gaan even naar de jury. Vanessa. Inderdaad, je hebt het over een klankkast. En ik ben echt ontzettend verrast. Want als eerste heb je echt een super volwassen klank. Heel mooi. En je speelt echt met de muziek. Ik vond ook fantastisch hoe je eindigde. Want in mijn mening is muziek is emotie. En zeker in dit soort nummers, mooie ballads, kan je eigenlijk je emotie tonen. En ik vind echt dat jij dat ontzettend goed hebt gedaan. En ook ontzettende controle over je stem. Mijn complimenten. Dank je wel. Ik heb genoten. Yo. En diezelfde controle had je ook over je zenuwen, hoor. Daar heb ik niks van gezien. Sunny. Hoe oud ben je? 14. 14, oh wauw, ja. Applaus hoor, ja. Dan wil ik je gewoon een hele goede tip meegeven. Want ik bedoel, ik vind je echt heel goed zingen, heel mooi. Maar ik zou toch ook nog proberen als je het zingt. Want er is een verschil tussen het opzingen van een nummer en het ook echt voelen. Nou weet ik, als je 14 bent, dat je nog niet echt veel hebt meegemaakt. Dat alle vriendjes nog in de rij staan voor je. Maar vooral bij ballads is het heel belangrijk dat het publiek jou gelooft. Ik geloof het je ook, hoor, maar het kan nog net iets meer voor mij. Dat je echt mij bijna aan het laat huilen, zeg maar. Weet je? Ja. Supermooie tip. Supermooie tip. Ja. Wie van de jury wil nog iets heeft? Niets aan toe te voegen. Ja, Ruben. Nee, ik, wat jij al zei, een grote, enorme klankkast. En zij is volgens mij ook, je bent de jongste deelnemer, toch? Ja. Ja, dus dat is ja, perfect. Je hebt alle tijd nog en met die kracht. En je kan lessen. Neem je een les ook? Een zangles? Ja. Ja? Oké, nou, dus je hebt nog tijd zat. Ik denk dat dit wel heel gevaarlijk kan worden, ook voor de mensen bij The Voice bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat we, als we er over 5 jaar vragen, dat ze niet meer zo gratis komt door... Dat bedoel ik, ja. Geef je nog één geweldig applaus. Jazzman! Yes,